Yes, thanks voor het kijken. Weer een nieuwe video en een nieuwe unboxing video. Dat heeft te maken met deze, de GoPro 10 van ons. Daar maken we eigenlijk heel veel video's mee. Die is helaas kapot gegaan. De achterkant van het scherm, en ik weet niet of je het kan zien op het moment dat je een beetje focust of inzoomt. Maar er zijn allemaal van die streep gekregen, een beetje zo'n oude televisiestrepen. Dus op het moment dat we onze video's willen terugkijken, ja, dat klinkt gewoon niet zo lekker. En het is zo dat de GoPro heeft sinds september de GoPro 12 uitgebracht. Dus die hebben we besteld bij Coolblue. In eerste instantie moet ik zeggen, die is normaal €430. Maar het is Black Friday week. En die zit €389. Dus die is binnengekomen. Waar het niet, en dat was me eigenlijk later pas binnengeschoten, dat op het moment dat je een abonnement hebt bij GoPro, en daarvoor heb ik deze ook direct besteld, krijg je €100 korting op een nieuwe camera. Dus elke aanschaf die je krijgt voor een nieuwe camera, €100 korting. Dus uiteindelijk bleek dat een stuk voordeliger te zijn, ondanks de Black Friday deal. Dus vandaar dat we hem via GoPro zelf hebben gekocht. Dat werkt, die korting moet wel erbij zeggen, werkt alleen als je dus zo'n abonnement hebt. En dat is eigenlijk een soort van, net ken je van je telefoon, zo'n iCloud abonnement. Op het moment dat je video's schiet, dan slaat hij gelijk op in de cloud. En waar op de wereld je bent, op je computer, pc, tablet, kun je al je video's downloaden. Dat is super handig. En als je dat hebt, krijg je dus die korting. Maar dat geldt ook voor alle accessoires. Dus als je nog geen camera, Coolblue, super goede aanbieding, €389. Alleen voor ons gaat hij terug. Want met abonnement is dus €100 goedkoper en nog alle accessoires. Dus gaan we deze jongen openmaken, is het iets voordeliger. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan de unboxing gaan we filmen. We hebben nog wat accessoires gekocht. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit komt. Maar voordat we GoPro 12 gaan unboxen, een huishoudelijke mededeling. Twee eigenlijk. Allereerst Made for Arcade, onze trouwe sponsors. Je krijgt nog steeds 5% korting op Roy en meer 5. Als je die invult op de website op het hele assortiment van madeforarcade.nl of .com. En dat is op coinpushers, grijpmachines en virtuele flipperkasten. Kopen, huren, kan allemaal. Roy en meer 5, 5% korting. Dat was de eerste mededeling. Tweede huishoudelijke mededeling is dat 87% van jullie, ja, jullie, zijn niet geabonneerd op ons kanaal. Maar kijken we onze video's. 87%. Dus klik even daar boven of terug. Abonneren is gratis. 87%. Dat moet omhoog. Yes. Daar hebben we. Tada! Dat is niet de GoPro zelf. Ik heb zo'n lichtmount gekocht. We filmen vaak in het donker. Dus dat is wel handig met zo'n. Deze hebben we al. Om geluid op te vangen. Maar een lichtmount. Om het licht te vangen. Dan ga ik vanuit. Een mooie verpakking van GoPro. Dat hier de camera in zit. We hebben een GoPro tripod. Een mini. Super handig als je snelle korte video's wil maken. Kan je erop zetten, maar je kan hem ook in je handen houden. Dus een tripod. Black Friday ook bij GoPro, want je krijgt nu niet alleen €100 korting, maar iedereen krijgt standaard zo'n oplader voor je batterijen. Twee batterijen erbij en een oplader, dat is echt een super goede deal. En het waren, ik denk dat je kan zien op de camera als je inzoomt, zijn dit, de bovenkant is wit. De blauwe zijn de oude batterijen, maar de nieuwe batterijen die gaan dus twee keer zo lang mee. Dat is super handig, want iedereen die een GoPro al reeds heeft, weet dat die batterijen echt knettersnel opgaan. En ze al leeg zijn, dus je moet heel snel verwisselen. De nieuwe batterijen gaan dus twee keer zo lang mee. En ik heb nu twee gratis, twee stuks. Dat is echt wel heel tof. Oh, en hier zit de batterij in. Luxe verpakking lijkt het wel. Tja. Kijk eens, daar is die hè. Ik wil hem netjes openmaken, want het is vastgelijmd in plaats van. Oh wacht, kijk. Tada. Komt ie, hè? Of nee, toch niet? Zo. Kijk eens. Tada, ben je klaar voor? Zeker. Bien! Opladen, er zit al een standaard batterij in, kijk, dat is altijd fijn. Een mount. GoPro zelf. Kijk, wat nieuw is, en daarvoor kunnen we dadelijk even makkelijk uit elkaar houden. Mocht je er twee hebben. Waar is het andere? Staat die aan de zijkant? Ja, kijk, normaal staat altijd aan de zijkant staat dan welke versie het is, dus we hadden de 10. Maar de nieuwe, de 12, die heeft een soort van. Ja, spetters of zo. Een soort van in de behuizing. Dus zo zie je eigenlijk heel snel dat het een 12 is. Dit is altijd satisfying, hè? Komt ie. Oh, kijk eens. Oh, dit is wel heel erg geplakt. Ik
sommige. Zie je? En dat is een bijna stikkenvrijder die je nodig moet hebben om te vrijden. Er zijn dus een aantal verbeteringen bij de GoPro 12. Dat is onder andere, en dat is voor ons het meest voorname, Hypersmooth 5. Dus op het moment dat je op een fiets monteert of als je een activiteit gaat doen, dan krijg je steeds meer vloeiende beelden. Je kan op een andere beeldmateriaal kan je hem schieten, dat is 8.7. Dat houdt in dat je hem later beter kunt knippen. Dus een grotere beeldverhouding. Maar wat ook tof is dat er nu de HDR bij zit. Dus je hebt veel mooiere beelden als je die functie aanzet. En voor iets, en dat doen wij niet, maar echt professionele videografen die kunnen een logfilm maken. Dat in dat je een soort van grijs beeld hebt. En als je later gaat bewerken, kan je een hele mooie kleurfilter zien maken. Dat is voor ons nog een stap te ver. Maar dus dat is echt een groot voordeel van die GoPro 12 voor echt professionele gebruikers. Wij zijn blij met HDR, want dan geeft hij echt schitterende kleuren en geeft hij dan alweer. De batterij, die ik zei net al, die krijgen we erbij. Maar die is dus twee keer, dit is de oude, maar die is twee keer verhoogd. Dus daar zijn we heel blij mee. En je kan dus ook draadloos, ik weet niet of we in de toekomst gaan gebruiken, dus altijd met geluid ben je altijd bezig, zijn we bezig. Maar een draadloze microfoon kunnen we aansluiten. Dus dat kan met de GoPro 12, kan je nog beter geluid maken met een draadloze microfoon. Dus ik denk dat we eventjes, voor nu, ben ik heel benieuwd naar de tripod die uitproberen. Kijk, wat super chill is van deze, is tweedelig, want hier hebben we dus de laatste keer best wel gebruik van gemaakt toen we gelinkt hadden van iemand. Dus een tripod, dus dat je, als je ergens bent, dat je hem super snel even kan neerzetten en kan filmen. En je pakt hem op, je pakt hem beet en je filmt alles wat je bent zelf. Maar, ik heb hem nog niet getest. Test. Maar laat het achterkomen, is dus ook gewoon verlengd. Het is niet heel lang. Maar het is net dat stukje wat je soms nodig hebt om in die camera te praten. Of als je uit de auto bent of uit de auto wilt filmen, dan kan je dus heel tof in je camera dan mee filmen. Dus wij zijn heel blij met deze tripod. Nou, dus we hebben het licht, maar dan moet de hoes op. Die hebben we ook. En dan kun je het licht opmounten. En dan moet dit. Dan ben ik heel benieuwd of hier ook weer batterijen in zitten. Ja, klopt. Ik heb zelf twee extra batterijen besteld. We hebben totaal 5 batterijen. Dus dat is wel heel chill. Dat is eigenlijk alweer vergeten. Kijk. Om de batterijen op te laden. 2 nieuwe batterijen die 2 keer zo lang meegaan te herkennen aan de witte bovenkant. En je ziet hier wel grappig. Toevallig heb ik een oude batterij die is helemaal op gaan zetten. Die oude batterij wordt ook heel snel warm. Dus iedereen die een GoPro heeft, die herkent het ook denk ik. Dat worden deze nieuwe ook niet meer. De oude werden heel warm. Je camera wordt dan super warm. Dus die ga ik gelijk weggooien. En de nieuwe komen voor in de plaats. En ik was dan weer vergeten, maar ik had een extra setje gekocht. Met 2 extra. En er wordt standaard 1 batterij meegeleverd bij de GoPro 12. Dus totaal heb ik er nu 5. Dus dat is heel chill. Kijk eens. Dat is hem denk ik. GoPro 12. We gaan hem uittesten. We gaan hem mee spelen. Erg blij mee. Met de tripod er erg blij mee. Achterkant. Die doet het weer. Dus ja, ik ben benieuwd. HDR-functie vooral. Dus dat die nog scherpere beelden krijgen. Daar ben ik van benieuwd. Dus thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet naar Made for a Kate. Roy en meer 5. 5% korting. En abonneren, had ik al gezegd. Maar nog een keer voor jullie. Thanks voor het kijken.